Attentie. Het lichtschip Texel bestaat precies 70 jaar. 30 september 1952 is het schip ingezet om de scheepvaart voor de kust van Den Helder en Texel te waarschuwen. Inmiddels ligt het schip al jaren in de binnenhaven van Den Helder. Nu is het een museum, ja. We willen de historie van de kustverlichting hier tentoonstellen. Het grootste onderdeel van onze collectie is natuurlijk het lichtschip. Hij lag vlak voor de zandbanken, de ondieptes, waar je er heel veel van hebt in de Noordzee. En om strandingen te voorkomen lag het schip daar voor anker. Niet alleen het lichtschip is 70, de vrijwilligers zijn inmiddels net zo oud aan het worden. Ze doen er alles aan om het schip in goede conditie te houden, maar het wordt wel steeds lastiger. We zijn met een klein groepje. Iedereen begint wat mankementen te vertonen. Nou ja, niet iedereen, maar die hebben niet de energie meer om volledig aan de gang te kunnen hier. Dus we moeten eigenlijk wel nieuw bloed erbij hebben. Ja, en waarom zou je vrijwilliger worden? Dat was toch hier, hè? Uit de tijd van vroeger. En ja, je hebt erop gezeten. En dan gaat er wat. Vind je op een gegeven moment vind je dat wel leuk. Nou, het is nostalgie. Ik heb hier ooit een jaar opgezeten, dat is al jaren terug. En dat was in 1963, in die strenge winter. En daarna kwam het schip hier te leggen. En ja, dan ga je weer eens kijken aan boord. En dan wordt er gevraagd dat je gezien om weer eens te komen helpen. En dat heb ik toen gedaan. We hebben technische mensen nodig. Machinekamerpersoneel hebben we, die aan de machines kunnen werken. Mensen aan dek die kunnen schilderen. Rondleiders ook, voor de rondleidingen te geven. Die trap naar het lichthuis, dat wordt ook steeds moeilijker voor ons. Dus daar moeten we ook nog eens weer wat voor verzinnen. Jonge sterke krachten bijvoorbeeld, die van aanpakken weten. Dat zou natuurlijk mooi zijn als die ook hier eens aan boord komen. We willen dit gewoon voor de toekomst behouden. Ja, het is gewoon een heel mooi schip en het is een leuke afwijking voor ons.